Jeroen Schuttenbelt, veearts, je hebt hier net schapen gevaccineerd. Tegen wat voor ziekte? Dat is tegen blootong. Dat is een nieuwe variant van het virus. Dat is sinds het vorig najaar hier in Nederland aanwezig. En richt behoorlijk veel schade aan tussen onder de schapen en de koeien. Heeft u al van die zieke dieren meegemaakt? Ja, we hebben hier in Twente net de laatste 4-5 weken van het staartje nog meegekregen. En dat was toch wel heftig. Wat krijgen ze ervan dan? Dat is heel verschillend. Dat varieert van zweren op de neus en in de bek met heel veel pijn. Een dikke kop tot heel erg kreupel. Dus dan krijgen ze last van de hoefjes. En in het verder gevorderde stadium ook last van inwendige zweren. Dus het is eigenlijk echt een lange lijdensweg van weken. En soms wel met de dood tot gevolg. We zijn heel erg blij dat Joey hier vandaag is om de schapen te enten. Hoeveel schapen hebben jullie? We hebben er nu een kleine 17 lopen, inclusief de lammetjes. Ja. Een boer zou ervan moeten betalen. Van jullie wordt het gesponsord, hè? Ja, Joey kwam met mooie nieuws dat het DGC ons tegemoet komt en onze entstof een sponsort. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Hebben jullie al zieke dieren gehad? Nee, afgelopen jaar hebben we gelukkig geen last gehad van zieke dieren. Hier in Almelo om ons heen wel een aantal boeren, maar wij gelukkig niet. Het is goed dat het vaccin er is. Absoluut, daar ben ik heel blij mee. Wat gaat u vandaag verder nog doen? Hier de boerderijen langs of zo? Vandaag gaan we met collega's verder nog een aantal boerderijen langs. Ja, en verder de normale werkzaamheden. Dus we zijn lekker bezig, lekker druk. Waarom wordt iemand veearts? Ja, toch wel denk ik passie voor dieren. En het toch ook wel een goede relatie met de diereigenaar. Dus je bent best wel intensief bezig met een gezamenlijke passie. En ook als veearts kom je vaak en regelmatig op dezelfde bedrijven, dezelfde boeren, dezelfde klanten. En dat is een hele leuke band, een vertrouwensband. En dat maakt het werk heel leuk en heel variabel. Het is zo leuk om werken met de dieren op de stadsboerderij. Ja, het is een combinatie. Je hebt de dieren, je hebt de mensen, je bent buiten bezig. Het is gewoon heerlijk.